Dus, want ik zoek altijd een beetje naar vernieuwing, weet je wel. En nou, misschien moet ik eigenlijk ook niet al te veel inleiden. Dit was een van de bovencategorie. En CDA achtkarspelen, of achtkarspelen, ik weet nooit hoe je het uitspreekt, in Friesland. En dat begon zo. Zo, even lekker ontzettend west. Die mensen hier hebben als CDA-kastel een heel goed uiteinde. Blue Soon. En de komende tiert, die heb je op deze manier in de poeg langs alle verschillende dorpen in de gemeente. En stellen we de kandidaat Riesleden ongeveer. Ja, dat kunnen jullie zo vertalen, denk ik. Nou, je hoort dus het Fries lokaal. Je hoort inderdaad het schieten, inderdaad. Echt heerlijke karbietschieten, inderdaad. Heerlijk lokaal. Ah, karbietschieten. Ik vroeg me al af of ze de tegenstanders omlegden. Nee, maar het was karbietschieten. Nee, dit waren geen beelden uit Den Haag. Gelukkig. Op dit moment, dus ze werd geschoten. Oké, duidelijk. Nee, dit was karbietschieten, inderdaad. En daarna zag je een soort New Kids-achtige jongen op een groene opgevoerde... Nou, ik weet niet of je is opgevoerd, maar zo zag eruit, scooter. Ach, en daarmee kondigt hij aan dat hij door de hele gemeente gaat trekken de komende tijd om campagne te maken voor een stand. En dan denk ik, nou, dit resoneert. Zie je, het CDA kan het wel. Als ze maar willen. Als gewoon meer karbiet schieten. Jongens, dank. Dit belooft heel veel goed voor de komende tijd. Ik kan niet wachten. Dankjewel. Oud-campagneleider Frits Hoevenagel en Joost Beekendam, politiek redacteur van de Nieuwsbeker. Spijkers.